De laatste plaat waar ik zot van was, is Shadow Theater van Tigran Hamasyan. Omdat het is een heel toffe jazzplaat waarin dat de taal van Tigran wordt opgenomen, maar het is ook een heel geproduced plaat. Het is eigenlijk een beetje behandeld als een groot rockalbum of zo. Met heel veel verschillende secties en het is heel goed geproduced met veel overdubs en met verschillende lagen. Ja, voilà. Mm-hmm. Exact. Ja, mijn favoriete plaat van de laatste tijd, die is al wel even geleden, en de plaat is ook al lang uit, is Belladonna van Daniel Amba. Omwille van het feit dat het gewoon een keigoeie soort conceptplaat is, waarin alles, elke song is wel een song op zich, maar hangt ook vast aan elkaar. En binnen het geheel van de plaat is het ook gewoon een mooie sound die wordt gecreëerd. En ik vind ook het feit dat hij er zelf amper op meespeelt, vind ik wel een leuk gegeven. Dus